FC Twente bevindt zich dit seizoen in een eerste divisie die sterker is dan ooit. Meerdere grote clubs strijden om een ticket naar de eredivisie. Ook FC Twente wil na de degradatie van vorig seizoen binnen één jaar terugkeren op het hoogste niveau. Welke mogelijkheden zijn er om te promoveren? De snelste manier is kampioen worden, want de keukenkampioen krijgt een rechtstreeks ticket naar de eredivisie. Behalve als dit een van de belofteploegen is, zij kunnen niet promoveren. Als een van hen de titel pakt, gaat het rechtstreekse ticket naar de hoogst genoteerde ploeg daarachter. Zo werd Jong Ajax vorig jaar kampioen, maar was het nummer 2 Fortuna Sittard dat rechtstreeks promoveerde. Dan zijn er nog 2 eredivisietickets te verdienen via de play-offs om promotiedegradatie. 8 eerste divisieploegen kunnen zich hiervoor plaatsen. Ook nu zijn de belofteploegen dus uitgesloten. Hoe plaats je je voor de play-offs? Dat kan op 2 manieren. Door een periodetitel te pakken. Er zijn 4 periodes die dus ook 4 periodekampioenen kunnen opleveren. Vanaf speelronde 3 worden er 4 periodes van 9 speelrondes gespeeld. De ploeg die aan het einde van zo'n periode de meeste punten heeft, is periodekampioen en plaatst zich daarmee voor de play-offs. Als meerdere ploegen aan het einde van een periode hetzelfde aantal punten hebben, is het doelsaldo doorslaggevend. Als ook dat gelijk is, is het aantal gescoorde doelpunten beslissend. En mocht ook dat nog gelijk zijn, bepaalt een wedstrijd op neutraal terrein wie het play-off-ticket krijgt. FC Twente heeft trouwens nog een kleine kans op de eerste periode, waarvan de strijd vrijdag wordt beslist. Als de ploeg zelf wint, thuis tegen Almere, en Sparta en Go Ahead Eagles punten laten liggen, gaat de eerste periode naar Enschede. Als een belofte team of een team dat al een periodetitel op zak heeft periodekampioen wordt, gaat het play-off ticket naar de nummer 2 op de ranglijst van die periode. Als dit ook een belofte team is of een team met al een periodetitel op zak, gaat de plek in de play-offs naar het best geclasseerde team in de eindstand dat geen periodetitel heeft gehaald. En dus niet naar de nummer 3 van die periode. Zo worden dus 4 van de 8 play-off tickets vergeven. De andere 4 gaan naar de 4 hoogst geplaatste ploegen uit het eindklassement zonder periodetitel. Opnieuw geldt dit dus niet voor de belofte ploegen. De play-offs om promotiedegradatie bestaan uit 3 rondes waarin ploegen een thuis- en uitwedstrijd tegen elkaar spelen. Het speelschema wordt bepaald aan de hand van de eindstand in de eerste divisie. Van de 8 ploegen die zich gekwalificeerd hebben, staan de 4 laagst geplaatste clubs in de eerste ronde tegenover elkaar. Hier vallen dus 2 ploegen af, waarna in de tweede ronde de nummers 16 en 17 uit de eredivisie instromen en het aantal ploegen weer op 8 komt. De eredivisieclubs spelen tegen de winnaars uit de eerste ronde en de overige 4 eerste divisieclubs spelen tegen elkaar voor een plaats in de derde ronde. En dat is de finale ronde, want de winnaars van deze derde ronde spelen het volgende seizoen in de Eredivisie.